kerstvlog. Oh jongens, ik ben zo lang weg geweest. Het heeft allemaal een reden. En die reden ga ik jullie allemaal even uit. Dus ik dacht, nou hier ga ik. Ik was blij dat Maarten er was, mijn broer. Zodat ik dacht, dan kan hij Libby opvangen. En toen is het eigenlijk begonnen. Het gaat echt heel diep. En daar heb ik echt verdriet van. En het doet heel erg pijn. We gaan de balletjes ophangen, hè? Daar zijn we weer. Welkom bij een vlog. De kerstvlog. Ik ga even... Reality, ze is ziek. Ik ga even alles omgooien hier voor de kerstboom. Deze morgen. Het is alweer 24 november. Het is woensdagochtend heel vroeg. We kijken naar Olaf. Olaf is Libby haar favoriet op dit moment. Oh jongens, ik ben zo lang weg geweest. Maar het heeft allemaal een reden. En die reden ga ik jullie allemaal even uitleggen. Heeft te maken met dat ik ziek thuis zit. Heeft te maken met ik heb mijn baan opgezegd. Heeft te maken met onverwerkte trauma die naar boven is gekomen toen we gestart, nu we weer gestart zijn met IVF. Dus ik ga het jullie allemaal vertellen. Eerst even opstarten met deze lieve Libby. En ja, ik had gewoon geen energie om te vloggen. En dat is oké. Ik doe het alleen wanneer ik echt de fut en energie en het leuk vind. En als ik het niet leuk vind en geen energie voor heb, dan, ja, dan moet je het niet doen. Dus ik ga het weer oppakken. En ik ga jullie meenemen. Daar begint ie. Het is... 25 november. Ik had gisteren al een beetje verteld dat ik een update zou geven. Here it is. Ik ga jullie een beetje bijkletsen van wat er gaande is. Niet alles, want ik zit er middenin. Maar wel veel. Ik zal het kort houden. Waar zal ik beginnen? In de herfstvakantie heb ik op maandagochtend de rit naar Limburg toe... Heb ik een paniekaanval gehad. Oh, ik moet even goed zitten hoor. Heb ik een paniekaanval gehad. En zo erg. Dat die paniekaanval zo intens was. Dat ik echt dacht dat ik doodging. Dat is echt heel traumatisch voor me geweest. Die maandag. Ik was onderweg naar mijn ouders. Gelukkig werkte mijn broer in de buurt. Toevallig. Dus die is naar me toe komen racen. Die heeft me opgevangen in de auto. Ik ben langs de kant kunnen we stoppen, langs de snelweg. Ik had zo'n druk op mijn borst. En mijn benen vielen weg. Begon daarnaast te hyperventileren. Daar ben ik wel bekend mee. Ik had vorig jaar september hyperventilatie, maar dit was anders. Ik voelde het. Dus ik dacht, nou hier ga ik. Ik was blij dat Maarten er was, mijn broer. Zodat ik dacht, dan kan hij Libby opvangen. En toen is het eigenlijk begonnen. Dat is 4 weken geleden. Een hele weg waarbij mijn lichaam eigenlijk aan heeft gegeven van Sanne, het is te veel, het is too much. En het waren allemaal samenloop van omstandigheden. Libby was weer heel ziek, ik was alleen, Steven was in Engeland.
Ik had een zeer pijnlijke echo en hysteroscopie, waar ik best wel van slag van was, naar de hand. Uitslag, de ene dokter zei, hier zou ik wel willen wonen als ik nog een embryo was. Dus het was goed, maar andere arts zei dat mijn baarmoeder niet gunstig is. Tot aan ik wel dingen heb meegemaakt op mijn werk ook qua reacties, dingen, opmerkingen die mij toch heel veel zeer hebben gedaan. Waardoor ik in een paniek ben geraakt in de auto. Ik ben met een psycholoog alweer aan het praten, dat is alweer 4 weken geleden. Ik ben met een psycholoog aan het praten en ze zei ook de meeste paniekaanvallen komen in de auto. Want je moet handelen, je moet rijden, je moet opletten. Het was super druk. Ik ging een brug over. Claustrofobisch. Mijn gedachten, ik kon nergens stoppen. Het werd alleen maar erger en erger. Nou goed, toen dacht ik, dit gaat niet zo langer. Dus ik heb... toen heb ik een radicaal besluit genomen. Een week daarna me ziek gemeld. En een week daarna gezegd van, dit kan ik niet. Ik kan niet werken en dit allemaal tegelijk. En ik raakte in paniek en ik voelde me schuldig naar mijn werk. Heb ik ontslag genomen op mijn werk. Ik dacht, ja, het gaat gewoon zo niet. Per 1 januari ben ik niet meer aan het werk. En wat de druppel is geweest, waar ik nu achter kom, is dat ik onverwerkte trauma heb van mijn IVF-periode van Libby, van de vorige keer. En allemaal samenkomende, hangende, komende situaties die waarbij mijn lichaam zegt van Sanne, je kan gewoon niet meer zo verder. En ik ben altijd go, altijd go, altijd go. Ik doe altijd 100 dingen tegelijk. Dus ik denk ook van, hey, wat is hier aan de hand? Het lukt me gewoon niet meer. Dus nu zitten we vol in de onderzoeken en te kijken van, what's going on? Burnout. Maar ook misschien, heb ik misschien wel ADHD. Het komt bij vrouwen heel vaak pas tussen hun 30ste en 35ste eruit. En het kan in allerlei vormen dan dat je denkt, hey, dat drukke jongetje. Want dat heb je allemaal dan in gedachten. Of is het een aangeleerd patroon waardoor ik altijd heb van ik moet doorgaan. Bij mij is het moeten. Er is geen optie bij mij. Ik moet zorgen. Ik moet werken. Ik moet poetsen. Ik moet opruimen. Ik moet zorgen voor anderen. En daarbij dan ook gewoon sinds dat Libby geboren is een onwijze onzekerheid over me heen gekregen. Over wie ik ben als moeder, wie ik ben als vriendin, wie ik ben als kind van mijn moeder, als zus, als collega. En het gaat gewoon niet uit. Het gaat niet uit in mijn hoofd. En dat is zo vermoeiend. Ik dacht letterlijk, ik word gek, ik moet naar inrichting. Het gaat niet meer. Ik heb kerstmuziek aan, jongens, want daar hoor ik gelukkig van. En ik zit nu in een gigantische rollercoaster. Ik heb het gevoel dat ik van een zwarte piste afga. Maar ik weet dat het goed gaat komen. Maar het is echt heel vers en heel heftig. Ik wilde afscheid nemen op mijn werk en gewoon goed afsluiten. En tot eind december werken. Heb ik een paniekaanval gekregen de dag dat ik weer zou werken. En het lukt me niet. Ik krijg onwijze stress, onwijze paniek als ik aan mijn werk denk. Als ik aan denk wat ik met mijn werk aandoe. Ik ben zo boos geweest op mezelf. Ik voelde me zo schuldig weer. En dat ik dacht van, ik heb al zo lang in de ziektewet gezeten. Vorige keer. Ja, dit gaat dus heel ver. Ik heb gewoon 3 jaar lang klap na klap na klap. En puntje bij paaltjes. Ik wilde mezelf bewijzen dat ik het moet kunnen. Dat is eigenlijk de rode draad. Ik moet mezelf bewijzen dat ik het moet kunnen. En nu is het echt rustig aan doen. Ik kan niet eens bijna 1 ding doen op een dag. Of ik ben super moe. Of super emotioneel. Dus ja, hoe het verder gaat, jongens, ik weet het niet. Ik kon ook niet vloggen.
ik kon niet eens meer nadenken. Ik kon helemaal niks meer. En ik merk dat het nu een beetje terug aan het komen is. Stefan is Libby nu ophalen van de knipoog. Dus ja, hoe niet verder? Dag. Stapje voor stapje, dag na dag. Dus ik kijk het gewoon per dag. En ja, dit is real life, jongens en meisjes. Ik ben super moe. Ik heb gewoon geen energie meer, niks. Dus een hele harde rem door mijn lichaam. En dat is nu. En hoe het verder gaat, weet ik niet. Maar ik merk wel dat ik er al zoveel over praat. Dat het dan wel steeds beter gaat. Ik merk ook wel dat het allerergste, waar ik 2 weken in heb gezeten, dat echt voorbij is en aan het landen is. En de psycholoog zegt ook, ja, dit is wel echt een traject van 1-2 jaar waar je nu in gaat. En als jij denkt dat je klaar bent, zijn we nog echt niet klaar. En vooral het stukje acceptatie, dat het gewoon niet goed gaat nu, mentaal. Dat is nu aan het komen. En dat het oké is. Dat het weer niet oké gaat. En dat ik veel meer heb meegemaakt dan wat ik aan kan. In mijn hoofd. Dus ja. En waarom ik het ook vertel is... Ik wil. Er zijn zoveel mensen die hier doorheen gaan, lieverd. En zoveel mensen denken dat ze hier alleen in zijn. Zoveel mensen denken schuld, schaamte. Niemand hebben die je begrijpt. Ik heb een super klein groepje om me heen die me helpt. Ik wil alleen mensen om me heen hebben die deel zijn van de oplossing. Dus echt een heel klein groepje van 3-4 mensen om me heen. Die me echt super goed helpen. Meer kan ik ook niet aan. En stapje voor stapje. Want ik wil ook veel te snel. En ik wil jullie gewoon inspireren. Van hey, het gaat goed komen. Ik weet niet hoe, wanneer. Maar ik weet wel dat het goed gaat komen. Het is gewoon een diep weten. En geeft me ook een besef dat ik op de Bijbelschool in Bethel achter mijn identiteit ben aangerend. En weten wie God is. En dat ik daar gestopt ben. Maar het gaat veel dieper. En daar mag ik nu in dit seizoen in gaan. En ik zie het als een uitnodiging. En ik ervaar God ook super dichtbij. Sorry. En ik wil jullie daar gewoon in meenemen. En jullie inspireren van, hey, it's okay. En als je ook door een moeilijke periode ingaat, it's okay. Ik heb superveel verdriet van het feit dat ik IVF heb moeten doen. Nog steeds in zit. Maar ik durf dat verdriet niet toe te laten, want ik voelde me dan schuldig naar Libby. Want ik heb Libby toch gekregen. Wat zeur ik dan? Het gaat echt heel diep. En daar heb ik echt verdriet van. En het doet heel erg pijn als je zelf niet op een natuurlijke manier zwanger kan worden. En heel weinig mensen kunnen dat maar begrijpen. En dat snap ik ook, want niet veel mensen gaan hier doorheen. Maar die put is weer geopend sinds dat we weer begonnen zijn. En dat had ik gewoon niet verwacht. Want mijn prioriteit was beter worden... doorgaan, mijn PTSS verwerken, mijn trauma van Libby op de IC, maar ja, alles daaromheen is gewoon, daarvoor is gewoon ook een groot trauma. Dus ik ga jullie daar meenemen en dat was het stukje. Ik ga zo meteen, komt de boom binnen. We hebben voor het eerst een neppe boom gekocht. 1. Besparing van het kappen van bomen elk jaar. 2. Ik kan de boom eerder opzetten dan dat de bomen, echte bomen beschikbaar zijn. Dat is mijn hoofdreden. En 3.
ik wil voor makkelijkheid gaan. En we hebben heel veel allergieën, alle drie. En ja, dan heb je deze allergie weer minder. Dus ik ga ook nog iets leuks laten zien. I love you guys. And we're in this together. Nou, Snoes is wakker. En ze heeft het zandnaard al neergezet. De boom is binnen. Moet ik hem de hele tijd herstellen met focus. En nu gaan we de boom in elkaar zetten. We gaan hem nog niet versieren, want daar heb ik geen energie voor. Maar we gaan hem wel al even in elkaar zetten. Ja, ze is moe. Knipoog doet veel met haar. Alright, daar gaan we. Zo, 1, 2. Hopla. Ja, goed zo. Ga je nog eentje pakken? Ja. Oeh, die is mooi, hè? Die is mooi. Krijg ik nog eentje met jouw letter? Eentje uit. Waar moet die? Moet die hier? Ja, samen. Samen. Zo. No. Zo. En verder uit. Die ook leuk. Mama. Ja, Libby. Ja. Wat zeg jij? Daar. Mama die doen? Die wil wel. Gaan we die hier op doen? Ja. Hier, hè? Waarom? Zullen we eruit? Nee. 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 Allemaal mooi. Ja. Mooi. Ja. Hang we maar erin. Nee. Stop hem wel op. Moet deze hier? Ja. Okay. En waar moet de zwaan? Ja. Daar moet die al. En moet die hier? Ja. Het is allemaal zo mooi. Chocola. Chocola? Er zitten blaadjes in. Ja. Nee. Hier, high five. We zijn klaar. Goed zo. Het is alweer vrijdagavond. En hierbij sluit ik deze vlog ook af. Een klein beetje Sint Maarten erin. Een klein beetje kerstboom erin. Maar vooral ook mijn verhaal gedeeld met jullie. En ja, ik ga jullie meenemen in deze reis. Ik weet niet hoe. Ik weet niet hoe vaak ik zal vloggen. Maar ik zal wel zeker blijven vloggen. Want dat is een stukje wat me energie geeft. En ik super leuk vind. Dus ja,
Ik zie jullie weer een volgende keer. Fijne avond. En thanks voor het kijken.